De musical gaat eigenlijk een beetje over het ontstaan van VTM, de beginjaren van VTM en dus ook de beginjaren van Tien om te zien. En het gaat over een boysband die wil meedoen aan Tien om te zien. En dan loopt er heel veel mis en komt er heel veel bij kijken, maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Het moment! Je moet het pakken! Je stuurt het moment, dus je moet er nu van profiteren. Oh. Maar Rijken en ik, wij babbelen niet meer. Ze logeren op je moeder. Misschien moet je solo carrière beginnen? Of een boysband? Wat? Een boysband? Het is ook wel een feel-good musical, dus ja, het is wel ontroerend en er kan gelachen worden. En ja, het is wel tof om te doen. En het is, ja, je moet ook wel u verwachten aan alle Tien om te zien klassiekers eigenlijk van beginjaren van Tien om te zien. Die ik dan ook wel echt ken, want bij Vergeet Barbara, ik ken liedjes van Wil Tuurlo, maar ik ken die niet allemaal. Maar bij dit ken ik ze, ja, ken ik ze allemaal. Dat is echt mijn jeugd dat ik terug hoor. Dus dat is wel plezant. Hé, hey, Marijke, jij malle meid, ik droom, maar ik wil werkelijkheid. Kom dan maar heel vlug bij mij, dan is je droom voorgoed voorbij. Jij knappe kind, met je haar zo blond, ik zou je willen kussen, maar op de mond. Wil jij me kussen op de mond? Ja, want kussen is gezond. Oh, Marijke, hou me dan vast. Ik vind het ongelooflijk spannend. Ja, het ensemble is al een week bezig. Wij komen er vandaag bij. En we hebben deze morgen gelezen. En het ensemble ging ook al zingen. En ik dacht, wauw, ik vind het nu al goed. En ja, kennismaking met het stuk, met de interpretatie van de personages. Ik heb heel veel zin in de komende weken. Echt waar. Ja, het voelde van de morgen een klein beetje als een eerste schooldag. En dat was een heel grappig, maar wel een leuk gevoel. Want ik heb nu twee klein kindjes en die hebben soms echt nog een eerste schooldag. En ik voelde mij van de morgen zo wat zelf, zo excited, een beetje zenuwachtig, een beetje onwetend. Zo van, wat gaat het allemaal zijn? En van de morgen met de lezing voelde zo direct van, ah ja, amai, dat gaat leuk worden. En vooral heel veel lachen. Zo, het was direct heel gezellig. Ik vind het ook, dat is het ook wel een beetje, een eerbetoon aan die Vlaamse muziek, aan de steengoede nummers, want heel veel van die nummers zijn, blijven ook vandaag echt overeind. Dat blijven keigoede nummers en dat is fijn dat dat ook nog eens in de verf gezet wordt, dat nog eens bewezen wordt van, er zijn zo'n goede nummers gemaakt door echt rastalenten, raszangers, rasschrijvers. Ja, mensen die echt wisten wat ze aan het doen waren. En ja, daarvan is deze musical inderdaad ook nog eens het bewijs. Wel, ik denk dat het heel leuk is omdat het echt veel goed is. En los van alles wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, misschien mag het ook zijn dat je een avond alles kunt vergeten. Je kunt ontspannen en kunt lachen en meezingen. Het is ook wel een beetje nostalgie. En ik denk dat mensen dat leuk vinden, nostalgie, kunnen lachen, meezingen en een fijne avond hebben.